Tell me where the freaks at. Welkom bij een nieuwe Nimma TV. In deze uitzending zie je beweeggames op het Citadel College. Zijn we bij de presentatie van Geen Verschil op de Seniorenschool. En bezoeken we een gezond schoolplein. Als eerste is Celan Inland op het Citadel College. Zij is bij de finale dag van de beweeggames. Hi, vandaag zijn we in Lent bij het Citadel College. Wij gaan kijken wie er vandaag gaat winnen met de beweeggames. Kom je mee? Hi, kan je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Thijs Mulder. Ik ben combinatiefunctionaris voor Sportservice Nijmegen. En onder andere werkzaam voor het Citadel College. Oké, en wat zijn de beweeggames eigenlijk? Beweeggames zijn eigenlijk een soort van spelcomputer. Waarbij de leerlingen op een interactieve manier bezig zijn. Ze gebruiken eigenlijk hun eigen lichaam als controller. Om op die manier verschillende spellen tot een goed einde te brengen. En het spel wat we vandaag spelen is de reflexrichel. Bij het spel moeten ze dus continu objecten proberen te ontwijken. En dat kunnen ze doen door te bukken, te springen, te bewegen van links naar rechts. En op die manier zijn ze actief bezig. En waarom organiseren jullie dit? Nou, zoals ik zei, ik ben combinatiefunctionaris bij het Citadel College. Samen met een paar andere combinatiefunctionarissen van onder andere Kadinsky College, Mondiaal College en een Flex College hebben besloten om de handen ineen te slaan. En op jaarbasis proberen wij meerdere grotere evenementen gezamenlijk weg te zetten. Bedoeld voor VMBO-leerlingen. Op die manier proberen we te creëren dat ze kennis maken met verschillende soorten sporten. En ook kunnen laten zien dat we op een andere manier kunnen bewegen. En dat willen we vandaag laten zien door middel van de beweeggames. En wat kunnen de kinderen zeg maar winnen? Uiteindelijk kunnen de kinderen, de winnaar kan een Xbox winnen. Maar uiteindelijk is dat niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat we de kinderen in beweging krijgen en in beweging houden. Wat is je naam? Mijn naam is Elias. Ik ben Anissa. Mijn naam is Georgina Pena. Mijn naam is Oboide. En Tom. En jij hebt net meegedaan aan de beweeggames. Wat vond je ervan? Ik vond het heel leuk. En ik doe het ook heel vaak op school. Ja, het is op zich wel leuk om te doen. Leuk, spannend. Ja, en het zijn allemaal zo goed allemaal. Maar ik zie me echt helemaal kapot daarvan. Ja, bij mij was het best wel goed. Ja, ik vond het wel leuk. Ja. En beweeg je vaak? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, soms als hardlopen, maar voor de rest ook niet echt. Ik speel voetbal. Nee, ik doe verder niks. Okay. Vroeger wel, maar ik was een beetje zeg maar, verlegen toen ben ik gestopt. Denk je dat je gaat winnen? Eigenlijk niet, want ik moest invallen voor een jongen die ziek was. Maar ja, ik doe toch mijn best voor school. En voor de Xbox. En voor? De Xbox. Ik denk dat ik wel tweede of eerste word. En jij? Nee, ik denk niet dat ik ga winnen, want het is niet zo super goed gegaan. Ja, ik hoop het wel. Ik wil heel graag de Xbox One winnen. En het is eigenlijk best wel gezond, want eerst deed ik niet zo sportief spelen, maar nu wel. Nee, maar ik hou de eer een beetje aan mijn school. Dus, Nou, wij zijn benieuwd. Nou, je hebt gewonnen. Je had niet verwacht, hè? Nee, ik dacht even dat ik iets van top 6 zou komen of zoiets, of top 10. En ben je nou blij? Ja, echt wel. Ik heb Xbox One gewonnen en 200 trofeeën voor school en voor mij. Nou, gefeliciteerd. Bedankt, Celan. We hebben bij Nimma TV al veel aandacht besteed aan het project Geen Verschil. Deze week was de afsluiting op de Jorenschool. Kevin was erbij. Bam, hier zijn we. Wat ik jou wil vertellen vandaag is dat Geen Verschil afgerond is en dat Sint-Jorisschool het allemaal goed ontvangen heeft. Wij gaan zo meteen even checken wat zij ervan vinden, waar Jeroen is, wat de leraren ook ervan vinden en de reacties van Ruben, Kelvin en Sterre. Even checken wat zij nu van de videoclip vinden. Kom,
moeten we nog helemaal naar de Sint-Joris-school. Damn, daar heb ik helemaal... Nee, ik heb er wel zin in. Ik moet natuurlijk zien wat zij allemaal gaan zeggen. Kom. Het is maandag 2 februari en we gebruiken deze ochtend om het project Geen Verschil af te sluiten. Een project wat uiteindelijk geresulteerd in een prachtig boekje wat jullie aan het einde van deze activiteit mee naar huis krijgen. Recht op mijn toelag, mijn liefde breken door niks. Wil je praten dat de school kan, iedereen heeft wel iets. Luister naar je hoofd vanuit de ZV. Zorg voor kluizen naar die controleert vanuit de bedkist. Let's go. Je hebt de videoclip, documentaire, alles gezien. Wat vind je ervan? Ik vind het heel mooi geworden. Ik vind alle beelden goed gelukt. Mm-hmm. En het is allemaal mooi in elkaar gezet. Dus, Ik vond het geslaagd omdat er zeker ook wel goede voorbeelden werden gegeven in. Mm. En het was goed gefilmd met goede leerlingen die goede eigen meningen konden geven. Mm-hmm. Over wat ze eigenlijk vonden van onze school. Ja, ik vond hem echt super tof geworden. Ik had hem zelf nog niet gezien, maar ik vind het wel heel, ik vind het echt, het was groter dan ik verwacht had, zeg maar, ja. Wat heb je tegen andere leerlingen te vertellen over de Sint-Joris-school? Dat het eigenlijk een best een normale school is. Dat er niet hele rare leerlingen op zitten. Want dat denken veel mensen. Denken dat het een rare school is met aparte leerlingen. Ja. Maar ik vind het ook, nu ik erop zit, vind ik het een best een normale school. En hij is heel leuk. Wat heb je nou eigenlijk geleerd van het hele proces? Geen verschil. Ja, nou eigenlijk, want ik zit hier nu al 4 jaar, dit is mijn 4e jaar. Dus ik heb geleerd dat mensen onze school raar zouden vinden. En daardoor heb ik zelf mijn school normaler gaan zien. Mm-hmm. Doordat ik zeg maar heb gezien van, wat zou er raar moeten zijn? Dus je hebt gewoon in principe echt letterlijk gezien dat er geen verschil is tussen de scholen en tussen de jongeren die op school zitten. Precies, ja. Jeroen, geen verschil. Dus nou, je hebt net afsluiting gehad. Ja. Is net afgesloten. Kan je eigenlijk zo'n beetje uitleggen wat je allemaal voor het project gedaan hebt? Ja, zeker. We zijn eerst begonnen met de workshopdag. En daar hebben we eigenlijk verschillende workshops vanuit New Arts zijn gegeven. Voor allemaal mensen die ook voor New Arts werken. En dat was gewoon heel erg tof. Daar was Stix dus ook aanwezig om inspiratie op te doen voor de track. Die heeft met de jongeren is in gesprek gegaan. Die geen verschil, hè? Geen verschil, klopt. En vervolgens is hij die track gaan maken en is dus de documentaire gekomen, de clip. En Nimmer TV heeft natuurlijk ook een documentaire of documentatie over de jongeren zelf gemaakt, wat ook heel tof is. Nimmer TV. Jawel. En dat is... En nu is het eigenlijk een beetje tot zijn eind gekomen, maar die clip blijft draaien, die docu blijft draaien, dus mensen checken het nog steeds. Want hoeveel views hebben jullie nou? De clip heeft nu 15.000 views, de docu 1000 en Nimmer TV aflevering, die wordt natuurlijk super veel bekeken. Dus, kapot gedraaid. Ja man, daarom. Dus dat blijft gewoon gaan, dus dat is tof. Blijft de jongeren bereiken en dat is het doel geweest, dus dat is een goeie. Zometeen zie je de hele clip van Stix, maar we gaan eerst naar het Kandinsky College. Wij staan nu voor het Kandinsky College, de eerste school van Nederland met een gezond schoolplein. Waar jongeren in een groene en rookvrije omgeving kunnen bewegen. Wij gaan de leerlingen vragen wat ze ervan vinden. Lego! Wat vind je het leukste hier? Voetbalveld. Het voetbalveld? Ja, pangakkooi. Ja, deze kooi, want dan kun je allemaal dingen in doen, voetballen, basketballen. Ja. En jij? Ja, ik vind ook dit wel het leukst. Het klimrek. Dat daar. En dat daar is? Bootcamp klimrek, toch?
vond je het echt nodig dat er een Zolt schoolplein kwam? Ja, zeker. En waarom dan? Omdat onze oude schoolplein was een beetje vergoest en zo. Kon je bijna niet meer voetballen en zo. Het was wel nodig, want het was een beetje heel saai. Ja, want eerst had je alleen maar bankjes en nu kun je echt iets doen. Dus het is beter. Ja, ik vind het wel echt nodig. Want ja, het is wel goed om sportief te zijn en zo. En dan, ja. Ja. En jij? Ja, het is ook gewoon leuk om sportief bezig te zijn. En ja, ik vind het wel heel leuk. Niet nodig, maar ja, het is altijd leuk om in de pauze wat te kunnen doen. Dan alleen op een stoel te zitten binnen. En nou kun je ook lekker naar buiten. Wat vind je ervan dat scholen gezonde schoolpleinen krijgen? Ja, ik vind het goed, omdat het is toch belangrijk om veel beweging te hebben. En nu heb je wat extra aandacht aan. Wat denk je dat de school hiermee gaat bereiken met dit gezonde schoolplein? Gezonde kinderen en zo. Alleen dat? Ook nog andere dingen? Meer fit bezig zijn en ook gewoon algemeen meer mensen die ook zijn best gaan doen. Voordat de gezonde schoolpleinen kwamen hier, was je toen ook al bezig met je gezondheid? Ja, ik was zeker bezig, want ik zit nu ook namelijk op voetbal. Dan zit je 3 keer per week voetbal je dan gewoon. En ik vind het wel leuk, want dan kan je in de pauze nog meer voetballen. En ja, dat is gewoon heel erg leuk. Dus het leukste vind jij ook het voetballen? Ja, zeker. Denk je dat nou ook andere leerlingen beter op hun gezondheid gaan letten? Ja, denk ik wel. Oké, dankjewel. Als laatste hebben we de clip van Stix voor je. Geen verschil heet hij. Wil je de clip helemaal bekijken? Check dan ons YouTube-kanaal. We geven ze wat visie, we brengen ze wat flow. Je kan alles met wat styling en een beetje geloof. We geven ze wat visie, we brengen ze wat flow. Je kan alles met wat styling en een beetje geloof. Come again. La di da di ha di ha di. Energie, level hoog, ik zeg maar zo. Het gaat er boven SD met zijn classic flow. Bangers, Bang en Olufsen, breng een beetje overzicht. Ieder zijn eigen persoon op zich. Opgevoed, ogen dicht. Recht op mijn doel af, ben niet te breken door niets. Wil je praten, dat is cool grap, iedereen heeft wel iets. Luister naar je oom vanuit de ZW. Een soort van kluizenaar die controleert vanuit de Batcave. Let's go. Als het moet ben ik daar ineens uit het niets. Voor de nieuwe generatie geef ik een motivational speech. Ik spreek uit ervaring, ik kan niet leren wat ik saai vind. En alles wat ik aanpak, pak ik aan met een beetje styling. Jawel, ik doe wat ik wil. Jij doet wat jij wil. Iedereen verschillend, maar toch is er geen verschil. Ik hou het altijd kalm, zelden dat ik schreeuw. En ik volg mijn eigen plan, want als de rest zijn er zoveel. Ik doe wat ik wil, jij doet wat jij wil. Iedereen verschillend, maar toch is er geen verschil. Ik hou het altijd kalm, zelden dat ik schreeuw. En ik volg mijn eigen plan, want als de rest zijn er zoveel. Yeah. Wat is normaal? Wat is normaal? En wat is tof? Wat is ik tof? Wil niet normaal zijn, normaal lach ik daarom. Ik ben liever bijzonder, met de remix beat eronder. En vond niemand het tof? Volgens mij sliepen ze nog. Maar we niet in zijn talent. De een doet, de ander denkt. De een zoekt, de ander vindt. Er vast iets van, maar alles wint. Alles wint. Dus F dat, beter dan skip en scratch dat. Laat niemand je zeggen wat je moet doen. En als ze toch doen, zeg iets in pech gehad. Geen nummer, je bent een persoon met een persoonlijkheid. Als er ieder uniek is, zijn we dus ook sowieso gelijk. En wat uiteindelijk aan het eind van de rit overblijft, is dan ook het enige dat iets kan zeggen over mij. We geven ze wat visie, we brengen ze wat flow. Je kan alles met wat styling en een beetje geloof. Ik doe wat ik wil. Dit was hem alweer voor deze week. Wil je meedoen met Nimmer TV als presentator, editor of cameraman? Stuur ons dan een berichtje via Facebook. Tot volgende week!